Voor het eerst in de geschiedenis van de Gentse feesten opende het evenement niet met de traditionele stoet. In plaats daarvan liepen de Gentenaars met pijn in het hart mee in een rouwstoet waarmee de 172ste Gentse feesten op een zwarte manier van start gingen. Vorig jaar hebben ze de dag van de lege portemonnees afgeschaft en nu hebben ze de stoet afgeschaft. Dus willen we een alternatieve stoet, dus een begrafenisstoet, om in protest te gaan tegen de afschaffingen. En ik ben een echte Gentenaar, dus en ik vind dat ze weten veel aan het veranderen zijn. Dat ze sokjes beginnen afnemen van de Gentenaar die al lang bestaan. Men schaft de maandag af en ze zeggen ja, wat. Ze beheert de vrijdag, dat is niet hoor. De meisjes komen de vrijdag hoofd al naar hier, naar de huisfeesten. Maar dat was in feite nog niet. Maar met dat lolleke hebben ze dus de geleidheid geschopen voor de maandag af te schaffen. Er komen hier 30.000 meisjes kijken naar de openingsparade en de openingstoet van de huisfeesten. En dat wordt nu afgeschaft. En daar is nu de bedoeling dat we die Gentsefeestenstoet, Gentsefeestenparade, gewoon te grove drogen. En dat is dus een alternatieve stoet, wel kunnen ze noemen, maar het is eigenlijk een begrafenisstoet. Vroeger was de openingstoet het begin van de Gentsefeesten. Iedereen kostuur wat dat deed, beste Gentsefeesten. Er waren veel mensen die minder geld doen, die minder kennis, die niet een dag naar de Gentsefeesten kwamen. Vooral een keer een creme te kopen en ze zagen een stoet, die een vrije schoene stoet was. Dat begon inderdaad een paar jaren geleden een beetje te verminderen, dat effect. Maar ik vind een openingstoet, dat moet er altijd zijn, dat de mensen die iets doen, toch altijd kunt u wat anders doen. Ik had er eigenlijk nog niet echt over nagedacht dat dat aan het gebeuren was. Maar als ik dat nu allemaal hoor, dan denk ik ook dat het vrijblijvend moet blijven voor iedereen. En dat het open moet blijven, omdat dat toch het ding is van de Gentse feesten, dat dan festival is voor iedereen en dat het niet voor enkel degenen die het kunnen betalen of dat het geprivatiseerd moet worden. Ja, nieuwe bozen zijn nieuwe wetten, maar als ze er veel beter zijn, dat is nog af te wachten. Hè. Er wordt veel te veel afgeschaft en veel te weinig rekening hebben met eigenlijk de echte Gentenaars.